dacht dat ik het allemaal wist. Mijn leven wordt door mij beslist. Het tempo, de toon, de teneur, alles krijgt mijn eigen kleur. Geen als je vader hier ziet, is alles afgegeven. Hey. Geen frustraties. Veilig door het leven. Maar tractaties die mij kwamen trakteren. Is met zekerheid verstoord. Zij kwam voorbij. Er ritte mijn hart. De verwarring is gestart. Eén blik, één kus. Verstrengeld in elkaar. Twee harten vol van gevoel verlangen naar. Eén blik, één kus. Twee levens met één doel. Alles hij, alles zij, één droom, één verlangen. Zul je nooit meer zien? Eén blik, één kus, verstrengeld in elkaar. Twee handen vol, als zo heftig in het verlangen. De tijd heelt alle wonden. Alles hij, alles zij, één droom, één verlangen. We hebben vandaag de eerste lezing van Romeo en Juliet. Helemaal super. Ja. Echt, ik heb echt geknald. Ja. Dat is echt geweldig. Allemaal nog goed gekomen. Absoluut. Okay, ja. Met jou? Ja, goed, ja. Welkom. Dit is de eerste keer dat we in deze consternatie bij elkaar komen. Het is ook misschien wel goed dat iedereen ongeveer weet en ziet wie meedoet aan deze productie. We gaan het samen doen. Als John er niet is, dan moet ik het voor John verder kunnen doen. En andersom, ik zal er veel meer zijn dan John. Ik ben er in principe gewoon altijd. Dus zie ons als één regisseur. Om maar te beginnen met Jeroen. Om zich even voor te stellen aan wie die is, wat hij doet binnen de productie. Ja, en ik ben de hoofdtechniek. Dus ik ben de stage manager tijdens... Productieassistent, dus ik ga samen met Kees en Mark de productie doen. Ik doe de dramaturgie. Ik ben Jenny Meinheimer en ik heb het script geschreven. Ik ben PM en ik doe de video. Henk van der Geest, ik ga het lichtontwerp maken. Ik ben Barbara Martijn, ik ga de PR en de marketing doen. Mijn naam is Kees Kaya, ik ben de productieleider, company manager en ik ben start jullie papa af en toe. Ik ben Romeo. Ik ben Juliet. Mooie naam voor een mooie vrouw. Ben je van Curaçao? Nee. En jij? Coropina. Je bent een Surinamer? Helemaal. 100%. Mijn ouders ook. Gefeliciteerd. Er zijn net twee recepten. Gestookt op vrouw. Je moet dus goed bedenken. Wat zijn de ingrediënten? Er zijn twee soorten vrouwen. Gebruik of vrouw. Je moet dus goed nadenken en blijf jezelf trouw. Zo net zijn we in die vee blijven staan. We schoven wel leuk, maar het bleef voor, maar we bleven in die vee. Er kwam één rij hiervoor en één rij erachter. En op zich was dat heel mooi. Ze zijn de krenten in de pap, de ogers in de soep. Het smakelijkste hapje, de gloed van elke dag. Ik ben Marianne Dors, ik doe de choreografie. Ik ben Alida Dors. En ik ga een stukje choreografie doen. Mijn naam is Elise Grieden en ik doe mee aan het ensemble. Ik ben Olivia, ik ben 25 jaar en ik doe ook mee aan het ensemble. Mijn naam is Farah Akram en ik ben 19 en ik doe ook mee aan het ensemble. Ik ben Paulette Smit en ik speel de moeder van Juliet in deze productie. Ik vind dat heel prettig als mensen met ideeën komen. Maar dat werkt alleen als ik met 3-4 mensen werk. Het gaat niet met 24 mensen, want iedereen wil zijn eigen idee. Ik zal zorgen dat dat zo blijft. Korulatra, korulatra! Mia troi vumasi ala ogripuru! Ik ben Manushka Zegelaar Breveld en ik speel de moeder van Romeo. Ik ben Paul Richter en ik ga in Romeo en Juliet de verteller spelen. Ik ben Isaire Kersten en ik speel de beste vriendin van Juliet. Ik ben Dennis Rutsch. Ik speel de priester. Ik ben Said El Hadji en naar mijn weten speel ik Tyson. En mijn naam is Harto en ik ga de muziek schrijven voor Romeo en Juliet. Ik ben Denise Jenna.
Ik ben de zangrepetitor of vocal coach. Maar geen mam. Dus heel lichtjes raken die lippen elkaar. Jullie moeten al deze dingen optekenen en luisteren en opschrijven. Jullie schrijven geen dingen op achteraf, heb ik het gevoel. Want ik bedoel, één keer gezegd en klaar. Want dit is, we moeten alleen nog maar puntjes op de i hoeven zetten op sommige stukken, toch? Romeo, me boy, jij was mijn licht. Mijn zonnegod, mijn prins. Dit is de beginpositie, jongen. En naar links en naar rechts en naar links en naar rechts. Oké. Tyson, het is niet die ring. Ik kom naar voren en dan kan ik je beter zien. Ja, oké. Kom naar voren. Oké, zo. Ik ben Carina en ik ga de kostuums ontwerpen. Ik ben Maureen Taunaar en ik speel de rol van de voedster. Die ga ik dubbelen samen met Bo Bojo. Ik ben Bo Bojo. Michael Fayette hier. Ik ben voor alles en nog wat en ik speel de vader van Romeo. Ik ben Jimmy Jadny. Ik speel de beste vriend van Romeo. Ik ben Remy Sambo en ik speel de vader van Juliette. Vastert van Ardennen. En ik speel Ariel. En... Hard werken. Kan je samen met mij zo worden? Maar ik ben dood. Dus ik moet me goed concentreren. Ah, mijn douche. Nee. Maar nu ben jij weg van mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kijk, het zijn de goede mensen. Weary, oftewel ik ben moe. Ja? Het moet uit. Jimmy, ik vind ik aan het opgevoed biggen. Ik ben heel voorzichtig. Kijk, die meisje. Kijk, wat ik al gezegd heb, ik ga gaan kijken. Wat je, wat... Ik ga vanavond. Heel brutaal, meedogenloos, mijn hart is niet meer van mij. Eén blik, één kus, twee levens met één doel. Alles zijn, één droom, één verlangen. Ik heb toch nog een paar dingen, ja. Nu we toch allemaal bij elkaar zijn. De bijval tijdens de ruzie. De ouders met Romeo en Juliet, als de Romeo en Juliet daarboven staan en de ouders zich keert, dan is de bijval een beetje te willekeurig. Het oude en het nieuwe dansen met elkaar. Het is een pas de deux, een paso doble. Het is de dans van het leven met de dood. Ik ben in heaven kill, ik weet nu wat ik wil. De liefde was een vraag, dat is anders na vandaag. Ik ben in heaven kill, ik weet nu wat ik wil. Ha, ha, ha. Yes, ik ben in heaven en dit is wat ik wil. Een Antilliaanse, geen Romeinse. Geen onzekerheid, geen zekerheid. Een betere tijd breekt aan, mooie naam. Zo moet het zijn. Tot morgenochtend 9 uur, wat duurt dat lang? Ha, 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 ha.
Schoolslag vlinder, rug en borst, het zwemmend, rennend. Grote kras, Juliet, mijn Eva, mijn douche, mijn vrouw. Van Lucie van Sal, maar zijn we echt lauw. Nooit meer jagen, afvragen, het zoeken en loeken, daten en afspraken. Niet van het alles, verleden tijd. Strak in het heden, voor deze douche meid. Moet je horen, was altijd scoren. Smaatjes hier en daar, zo gewonnen, toch verloren. Makkelijk zat, makkelijk was dat. Dat gemeenschappelijk als Romeo's pas. Maar deze, wacht even, alles anders bij deze. Bij deze ga ik echt iets beleven. Tot morgenochtend 9, joh, wat duurt dat lang? Die Hollandse tijd, maar met die Surinaamse drang. Hier ben ik, heb ik wil, ik weet niet wat ik wil.